Wij gaan het vanavond hebben, lieve mensen, over de eindtijd. Ik denk dat nieuwe gasten het beste boven kunnen gaan zitten. De nieuwe gasten kunnen het beste boven gaan zitten. Want hier beneden is geen plaats meer. Maar boven in deze prachtige kerk is de prachtigste ruimte ter beschikking. Daar kunt u ook uw benen strekken. Het is prachtig. Beste vrienden, wat is nou eigenlijk de eindtijd? Dat moet je vandaag de dag even uitleggen. Want het begrip eindtijd is in de wereld een klein beetje misbruikt. En wordt ook een beetje verkeerd begrepen. Dus we gaan vanavond weer de vraag beantwoorden. Wat is nou eigenlijk de eindtijd? Dat ligt er maar helemaal aan wie u dat vraagt. Als u dat vraagt aan de amusementsindustrie, of aan de filmindustrie, of aan de theaterindustrie, dan hebben die het begrip eindtijd al lang ontdekt. Want het is geweldig om de wereld bang te maken met de ineenstorting van gebouwen en dat hele werelddelen in zee terechtkomen. Het is een dankbaar onderwerp in de wereld om sensatie mee op te wekken. Je hoeft maar het begrip eindtijd te laten vallen en mensen hebben het over het vergaan van de wereld. En dat is een dankbaar onderwerp en ik zal u dit vertellen, het is een miljardenbusiness. Als u alleen al neemt de filmindustrie die het begrip eindtijd heeft ontdekt, dan moet u rekenen dat de filmindustrie jaarlijks zo'n 50 miljard dollar verdient aan films over het ineenstorten van deze wereld, over geweldige rampen, over het geweldige gat waardoor alles aan zijn einde komt. U moest dus weten dat dat een dankbaar onderwerp is. U kent allemaal de film 2012. Alleen die film heeft al 19 miljard dollar opgebracht. Een film die onder andere vertelt hoe grote steden in deze wereld op een verschrikkelijke wijze aan hun einde komen. Helemaal in elkaar storten. Hoe honderdduizenden mensen in één klap omkomen. Het is een big business. En dan heb ik het toch niet eens over de namaakprofeten waar de wereld vol van is. Je moet rekenen dat de laatste 5 jaar minstens 100 namaakprofeten zijn opgestaan die allemaal met een datum komen. De ene zegt het, de wereld vergaat op 23 augustus en weer een ander zegt de wereld vergaat op 15 oktober. U moest dus weten, en het vervelende is met die mensen, dat ze dat niet verzinnen in hun tuinhuisje, maar ze hebben honderden volgelingen. Ik stel u voor aan deze meneer. Wie kent hem niet? Dominee Harold Camping. Hij heeft geen camping, hij heet Camping. En met de grote Bijbel in zijn hand zegt deze man op 20 mei 2011... morgen vergaat de wereld. En nogmaals, wat deze man allemaal verzint terwijl hij thuis op de bank zit, dat moet hij weten. Maar deze man heeft duizenden volgelingen die dat ook met hem geloven. En wat meldt de Volkskrant op 23 mei? De Volkskrant die houdt een interview met deze meneer. U ziet, hij kijkt enigszins bekommerd uit zijn ogen. Want die man die je hier ziet staan, dat is Mr. Michael Aitchison. En hij is een groot aanhanger van Dominee Camping. Deze meneer Aitchison, die geloofde dat ook. 21 mei vergaat de wereld. En hij stond daar, hier ziet u hem staan, in het ondergrondse station. En hij kijkt de mensen kwaad aan en zorgvol aan. Hij zegt, luister eens eventjes hier. De wereld vergaat op 21 mei. Maar lieve mensen, u weet, het is inmiddels 21 mei geweest. Toen is de wereld niet vergaan. En weet je wat die man zegt? We leven nog, ik ben geschokt. Andere mensen zijn dolblij dat ze nog leven. Maar deze man zegt, we leven nog, ik ben geschokt. U mag erom lachen, maar het is eigenlijk heel verdrietig. En zoals deze meneer Camping, die is toevallig in het nieuws geweest, zijn er in de wereld tientallen. En deze meneer Aitchison, die dus een serieuze volgeling van Camping was, die zegt, die prediker Camping is een valse profeet gebleken. Maar hij gaf mij veel. Kunt u nagaan?
met wat een charisma deze man al zijn volgelingen heeft geprobeerd over de streep te trekken. Toen kwam die camping met een nieuwe datum. Het zou worden 21 oktober. Maar lieve mensen, het is 21 oktober geweest. We leven nog. Ik bedoel dit. U ziet hoe de eindtijd, en ik ga u straks vertellen dat het begrip in de Bijbel veel voorkomt, hoe het woord eindtijd is misbruikt om mensen bang te maken. Ja, sterker nog, ook door christenen om er geld uit te slaan. Want wat meldt de Volkskrant op 25 mei 2011? Het vergaan van de wereld, de apocalyps, bleef nog uit, maar de predikant houdt zijn miljoenen. Kunt u nagaan. En als u goed kijkt, dan ziet u in dat bericht over camping dit kleine berichtje. De Maya's worden geklopt. De Maya's die hebben heel lang geleden ook iets gezegd over het vergaan van de wereld. En daar hebt u dit jaar van alles over kunnen lezen. In april 2011 bijvoorbeeld verscheen er in de Nederlandse uitgave van Scientific American verscheen dit bericht. Wereldwijd kijken mensen met angst en beven vooruit naar 21 december 2012. Op die datum, zo geloven ze, loopt de kalender van de oude Maya's af en breekt het einde der tijden aan. En ik zeg u dit. Er zijn op deze aarde honderden plaatsen waar je je in kunt kopen voor veel geld, waar je veilig kunt zijn voor het naderende einde. Dat is geen grapje. Honderden plaatsen en het is big business gebleken. Op 20 augustus 2011 was er een groot bericht over een Frans dorpje, Bougarache of Bougarach, aan de voet van de Franse Pyreneeën. Daar wonen zo'n 200 mensen. Daar worden luxe hotels en appartementen gebouwd. En daar kun je voor veel geld, je kunt je inkopen, je kunt er gaan wonen. En je kunt daar wachten tot wat zij zeggen, hier ben je veilig als de wereld vergaat. Beste vrienden, al deze mensen, die zijn op een of andere manier ongelooflijk serieus en denken ook echt dat het gebeurt. Lieve mensen, vandaag is het 9 december 2011. Vanavond hier om 8 uur op de Ventstraat 30, Frank Rudolf Ouweneel, zegt u, morgen vergaat de wereld niet. Ik zou u dit zeggen, het gebeurt ook niet overmorgen. Het gebeurt ook niet over een half jaar. Het gebeurt ook niet over 2 jaar. Dat duurt, zegt de Bijbel, nog minstens 1000 jaar. Dus als al deze christenen die menen dat de wereld elk ogenblik kan vergaan, eens een ogenblik hun Bijbel zouden pakken en eens zouden bestuderen wat God ervan zegt, dan zouden ze erachter komen dat het net even iets anders ligt. Want de wereld zal inderdaad vergaan, ik zal u dat zo vertellen. Na deze 1000 jaar, ik zal u zometeen daar meer informatie over geven, dan begint de tweede fase van de oordelen van God. Ik zal u daar meer over vertellen. Daarna, zegt 2 Petrus 3 vers 10, zal de wereld brandende vergaan. Waarom doet God dat? Omdat deze wereld, deze globe, is totaal verknald door de zonde. En er komt een dag dat God deze wereld zal vernietigen om onmiddellijk daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Dus het klopt wel ongeveer dat deze aarde vergaat. Laten we dat nou maar even het einde der tijden noemen. Maar ik herhaal te zeggen, dat duurt nog minstens 1000 jaar. En als die wereld brandende is vergaan en God heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen, dan vinden wij wat we zouden kunnen noemen de eeuwige toestand. Ik ga daar straks nog iets dieper op in. Laten we nu eens vragen aan het woord van God wat de eindtijd is. Tot nu toe hebben we gezien dat een hoop mensen daar toch niet het juiste begrip van hebben en het allemaal op hun manier becommentariëren. Maar het woord eindtijd komt in de Bijbel regelmatig voor. Dus het is misschien wel eens interessant om te kijken wat de Bijbel zegt wat de eindtijd is. En als je dat samenvat, dan kun je zeggen de eindtijd, dat is de tijd, de periode tussen vandaag, 9 december 2011, en Jezus' wederkomst. En het volgende bedoel ik niet grappig.
Maar als Jezus maandag terugkomt, duurt de eindtijd vanaf vandaag nog 2 dagen. En lieve mensen, er staat in Handelingen 1 vers 11. Jezus die opgenomen is naar de hemel, zal wederkomen. Het moment tussen nu en het moment dat de Heer Jezus zal wederkomen, dat is de eindtijd. Let u goed op. Binnenkort denken wij in de christenheid met Kerstmis aan de komst van de Heer Jezus in Bethlehem. Met Hemelvaartsdag denken wij eraan dat de Heer Jezus ook weer terug is gegaan naar de hemel. Met Kerstmis denken wij eraan dat hij vanuit de hemel is afgedaald en op aarde gekomen is. Met Hemelvaartsdag denken wij eraan dat hij weer terug is gegaan naar de hemel. Maar, leert de Bijbel, de Heer Jezus zegt, ik kom weer terug. Op dat moment wachten wij. Om u dat even duidelijk te maken hoe dat chronologisch zit, heel kort dit. De eerstvolgende grote gebeurtenis die de christenen, maar ook de hele wereld te wachten staat, is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik ga u vanavond aantonen dat dat heel vlug gaat gebeuren. Dat is de eerste grote gebeurtenis. Ik moet er even iets bij zeggen. U mag de wederkomst van de Heer Jezus niet verwarren met het vergaan van de wereld. Dat halen niet-christenen en christenen vaak helemaal door elkaar. Als de Heer Jezus komt, vergaat de wereld nog niet. Als hij komt, zal er eerst 1000 jaar vrede zijn. Ik zal u daar meer van vertellen. Pas daarna zullen de elementen en de wereld brandende vergaan. Dus haalt u niet de wederkomst van de Heer Jezus door de war met het vergaan van deze wereld. Als de Heer Jezus is teruggekomen, dan komt de tweede gebeurtenis. En die vinden wij in Jesaja 13. Dan zal God de wereld oordelen vanwege haar zonden. Want beste vrienden, we zullen vanavond zien dat God wel een God van liefde is. Maar wordt wel eens vergeten dat God ook een heilig God is. God is zo heilig, God kan de zonden niet door de vingers zien. En God heeft een reddingsplan ontwikkeld, daar ga ik vanavond u alles van vertellen. Maar als mensen dat reddingsplan afwijzen, als mensen dat reddingsplan van God niet willen, zullen mensen in aanraking komen met het oordeel van God. En dat zal onmiddellijk beginnen en wel de eerste fase nadat de Heer Jezus is teruggekomen. Dus als u vanavond hier bent en u hebt nog geen keuze voor de Heer Jezus gemaakt, dan moet u vlug wezen. Want als de Heer Jezus komt, is het te laat. En als u vanavond hier bent en u hebt nog geen keuze gemaakt voor de Heer Jezus, ik vind het fantastisch dat u hier bent. Dat vind ik fantastisch. Misschien bent u hierheen gekomen met een buurvrouw of een vriend of een vriendin of een collega. Misschien wilde u helemaal niet. En u wist dat het vanavond over de Bijbel zou gaan. Toch bent u gekomen. Ik vind dat fantastisch. Maar dit is een belangrijke avond voor u. Want beste vrienden, als de Heer Jezus komt, begint de eerste fase van Gods oordeel over de zondaar. Er is redding. Maar dan moet u Gods reddingsplan zo spoedig mogelijk aanvaarden, want de Heer Jezus komt gauw. Daarna, en ik laat dat oordeel, wat ik het net over gehad heb, laat ik even in beeld, want dat is een ernstige boodschap. Na die eerste fase van de oordelen komt dat wat ik gezegd heb en wat we vinden in Openbaring 20 vers 4, het 1000-jarig rijk. Dan gaat de Heer Jezus gaat zitten op de troon van David in Jeruzalem. Dat is geen flauw verhaaltje of iets vrooms, dat gaat echt gebeuren. En dan zal er op deze aarde 1000 jaar vrede zijn. Als dat 1000-jarig vrederijk voorbij is, dan komt de vierde stap en dan gaat God verder met fase 2 van de uitvoering van de oordelen over diegenen die het reddingsplan van God hebben afgewezen. Vervolgens, en daar heb ik het al over gehad, zal de wereld brandende vergaan. Want ik heb u al eerder gezegd, door de zonde van de mens is ook deze kosmos, de globe waarop wij staan, verknald door de zonde. En de Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat God ook deze globe zal vernietigen. En ik heb u al gezegd, om ogenblikkelijk daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. En dat brengt ons na dat oordeel tot de zesde
stap, dat is de eeuwige toestand. Ik ga u daar nog meer over vertellen. Over die eindtijd, ik heb u verteld, het woord eindtijd komt in de Bijbel regelmatig voor. Geeft de Bijbel vrij veel informatie. Wat ik hier vanavond sta te vertellen, hoef ik niet te verzinnen. Dat vinden wij deels in de gebeurtenissen om ons heen. En vinden wij deels terug in Gods beschrijving over de eindtijd. Er staat in Daniël 10, God wil ons bekendmaken wat ons in de eindtijd overkomen zal. Dat is dus geen onbekend begrip, dat is ook niet iets vaags. God wil daar informatie over geven. Hoe doet God dat? In zijn woord. 1200 bladzijden puur goud. Naarmate ik het woord van God ken, heb ik een heldere kijk op de wereldgebeurtenissen. En als ik het woord van God ken en ik leg daar een krant of een tijdschrift naast, dan zie ik een aantal dingen. Allereerst zie ik dat het woord van God waar is. Ten tweede zie ik dat het woord van God actueel is. Ten derde kan ik zien dat er dingen gebeuren die in het woord van God 2,5 tot 3000 jaar geleden zijn neergeschreven. Beste vrienden, ik zal u vanavond laten zien dat in 2011 dingen zijn gebeurd die 2,5 tot 3000 jaar geleden in het woord door God zijn vastgelegd. En als we dat woord van God kennen, dan gaan wij heel anders de krant lezen. Gaan wij heel anders naar het nieuws kijken. En dan krijgen wij een heldere visie op het wereldgebeuren. Maar één ding. Als wij de Bijbel leggen naast de krant, wat heel goed is, want dat geeft je visie. Dan ontdek je van alles, maar voornamelijk ontdek je dat Jezus wederkomst elk moment kan plaatsvinden. Broeder Kelly heeft in zijn gebed aangehaald dat de Heer Jezus daar heel veel over heeft verteld. In Matthäus en in Marcus en in Lucas. En de Heer Jezus heeft gezegd, als je wilt weten wanneer ik kom, dan moet je letten op de tekenen die in de wereld gebeuren. Nou, die tekenen die in de wereld gebeuren, die vinden wij in de kranten en in de tijdschriften. En als je die legt naast de Bijbel, dan kom je maar tot één conclusie. Dat al die tekenen die de Heer Jezus noemt als kenmerk van zijn spoedige komst, die zijn gewoon allemaal aan het gebeuren. Nou kan iemand vanavond hier tegen mij zeggen, nou en. Jezus komt spoedig. En of je nou een christen bent of een niet-christen, u zou kunnen zeggen, wat is daar nou voor belangrijks aan? Of waarom zou ik me daarmee bezighouden? Ja, dat is een goede vraag. Laten we daar maar kijken wat de Bijbel daarvan zegt. En allereerst wat de Bijbel zegt tot alle mensen vanavond die zich christenen noemen. Als u vanavond hier bent en u hebt een moment in uw leven gehad dat u uw zonde hebt beleden en dat u de Heer Jezus als verlosser hebt aangenomen, dan kan het zijn dat u bent ingeslapen. Dan kan het zijn dat u zegt van ja, ik heb een visje op een auto. Ik ga naar een christelijke samenkomst. Ik ben erg christelijk, er kan mij niks gebeuren. Beste vriend, vriendin, ik denk dat we wakker moeten worden. Let u maar op wat er staat in Romeinen 13, in Lucas 18 en Lucas 21. Ook door broeder Kelly aangehaald. Daar staat dit. Laten de christenen goed beseffen in wat voor een tijd zij leven. En dat kun je niet alleen door de krant of door het journaal. Daar heb je de Bijbel bij nodig. Als zij, christenen, niet wakker willen worden, zullen zij door Jezus' komst worden overrompeld. Het is de vraag of Jezus nog geloof zal vinden als hij terugkomt. Wat zijn we blij met onszelf. En wat vinden we dat we het geweldig doen. Maar de wederkomst van de Heer Jezus, die in het Nieuwe Testament meer dan 300 keer wordt genoemd, is een van de meest ondergesneeuwde onderwerpen in de christenheid. De Bijbel roept ons op om wakker te worden. De Bijbel roept ons op om anders naar het nieuws en anders naar de wereldgebeurtenissen te kijken. En het zou toch verschrikkelijk zijn als de Heer Jezus maandag zou komen. Laten we dat voorbeeld maar aanhouden. En we zouden daardoor worden overrompeld. En het zou iets zijn wat we helemaal niet hadden verwacht, beste vrienden. Als wij zeggen, Jezus, ik heb u lief. En als dat niet alleen maar een belijdenis is, maar een echte liefde, dan verlangen wij ernaar hem te ontmoeten. En de Bijbel roept ons op om wakker te worden.
Maar er zijn hier vanavond ook mensen die zeggen, ik heb hier helemaal niks mee. Ik ben geen gelovige, ik ben geen christen. Ik heb nooit het besluit voor de Heer Jezus genomen. Oh, beste vriend, vriendin. Helemaal voor u is de komst van de Heer Jezus een buitengewoon belangrijke gebeurtenis. Want wat staat er in de profetie van Zefania en in 1 Thessalonicenzen 5? God treft voorbereidingen voor een algehele en verschrikkelijke vernietiging van allen die tegen hem hebben gezondigd. Dat oordeel zal de mensen plotseling overvallen. Niemand zal eraan kunnen ontkomen. Bekeer u tot God. Nu kan het nog. Straks is het te laat. En beste vriend, vriendin, als u vanavond hier bent, het is nog niet te laat. En daarom is het geweldig dat u vanavond hier bent. Want dan kunt u vanavond een keuze maken voor de Heer Jezus. En we zullen straks zien, als u dat oordeel van God wilt ontlopen, als u vrij wilt zijn van het oordeel van God over de zonde, dan hebt u Jezus nodig. En vanavond is er gelegenheid om uw hart aan hem te geven en hem aan te nemen als verlosser. Doet u dat niet? Oh, beste vriend, vriendin, ik zou dat risico maar niet nemen. Want dan valt u onder het oordeel van God. En dan kan het zijn dat vanavond, als u zegt, ik moet Jezus niet. Ik moet het geloof niet. Ik ben hier wel. Maar ik wil er niks mee te maken hebben. Oh, beste vrienden, wat zou het verschrikkelijk zijn als u zou worden overrompeld door de oordelen van God over de zonde. Want God is een heilig God. Maar hij is ook een liefdevol God. En zijn liefde biedt u Jezus aan. We zullen dat straks zien. Beslis nog vanavond voor Jezus Christus. Er staat in Jesaja 60 vers 22. Ik de Heere zal het met haast volvoeren. En als de Heer Jezus maandag terugkomt, wat gebeurt er dan? Oh, er gebeurt er heel veel. Maar ik wil mij beperken tot wat er gebeurt met twee soorten mensen die vanavond hier in de zaal zijn. Vanavond zijn hier twee soorten mensen in de zaal. En beide soorten hebben een relatie tot Jezus in de hemel. Als u vanavond hier bent en u zegt, ik moet Jezus niet, dan hebt u geen relatie tot Jezus in de hemel. Dan gebruikt u misschien zijn naam als een stopwoord, maar u hebt geen relatie tot Jezus in de hemel. Dat moet u vanavond zo gauw mogelijk in orde maken. Maar als u vanavond hier bent en u zegt, ja, ik heb hem aangenomen als mijn verlosser, hij is mijn Jezus. Ik mag weten, door het geloof in zijn volbrachte werk, mag ik weten vrij te zijn van het oordeel en mag ik weten eens bij hem te zijn. Oh, beste vriend, als u dat kunt zeggen, beste vriend, vriendin, dan zal, als maandag de Heer Jezus komt, gaat u naar hem toe. Op grond van zijn volbrachte werk zult u bij hem zijn. Maar als u vanavond zegt, ik moet Jezus niet, dan blijft u op deze aarde achter en zult u te maken krijgen met de oordelen van God. Ik zou dat risico maar niet nemen, beste vriend, vriendin. Of u hebt gelijk, of ik. We hebben allebei 50%. Stel u voor dat u ongelijk hebt en dat u erachter zult komen dat de Bijbel zoals dat is, waar is. Dan bent u te laat. Ik zou als ik u was een keuze maken voor de Heer Jezus. Om dat oordeel van God te ontlopen. En ik zal u vanavond vertellen waarom God die oordelen moet uitvoeren. En ik zal u vanavond vertellen wat een geweldig reddingsplan God heeft ontwikkeld om mensen dat oordeel te besparen. Jezus' wederkomst kan elk moment plaatsvinden. En beste vrienden, vriendin, ik zeg dat niet om u bang te maken. Het is de realiteit van de krant en de televisiejournaals. Ik ga met u naar 2011 en ik zeg tegen u vanavond hier in Eindhoven, in 2011 is de laatste fase van de eindtijd ingegaan. En het zal vanavond voor u niet moeilijk zijn om tot diezelfde conclusie met mij te komen. Dat betekent dat de Heer Jezus op het punt staat terug te komen. Ik ga dat met u doen aan de hand van drie hoofdstukken. En dat zijn feitelijk de drie belangrijkste gebeurtenissen, profetisch gezien, in 2011. De allereerste hoofdstuk. De economische wereldmachten staan op hun laatste benen. En of u nou een krant leest of niet, iedereen weet dat.
Misschien hebt u het al wel gemerkt aan uw financiële situatie of anderszins. Dit rijke Europa, dat is bezig, dat kan op dit moment eigenlijk zichzelf niet meer bedruipen en kan zijn eigen broek niet meer ophouden en kan zijn eigen problemen niet meer oplossen. We zullen dat zien. En dat noemt de Bijbel, we zullen dat zometeen zien, als een teken van de spoedige komst van de Heer Jezus. Het tweede hoofdstuk, de laatste stuiptrekkingen van Israëls buurlanden. Beste vrienden, een jaar geleden, op 9 december 2010, was er nog niks aan de hand met Israëls buurlanden. Tenminste niet zodanig dat die buurlanden het nieuws haalden. Het jaar 2011 zijn de buurlanden van Marokko tot Syrië allemaal heftig in het nieuws geweest. En al die landen worden in de Bijbel genoemd. Niet onder de naam waaronder wij ze nu kennen allemaal, maar wel velen. En beste vrienden, wat de Bijbel gezegd heeft over Israëls buurlanden, is in 2011 één voor één uitgesproken of gebeurd. Ook dat noemt de Bijbel als een belangrijk teken van de spoedige komst van de Heer Jezus. En het laatste hoofdstuk, dat heb ik genoemd, een wereldwijd levensgevaar nadert, wellicht Gods laatste waarschuwing. Wat er in Japan gebeurd is in maart 2011, heeft gevolgen nog voor vele jaren, niet alleen voor Japan, maar voor deze hele globe. En nogmaals, ik ben hier vanavond niet om u bang te maken. Ik ben hier vanavond alleen maar om u het nieuws, wat ik voor u keurig en accuraat heb verzameld, om u het nieuws van 2011 op een rijtje te zetten en de Bijbel ernaast te leggen. En dan zullen we zien dat zelfs deze gebeurtenis als een teken in de Bijbel wordt genoemd van de spoedige wederkomst van Jezus Christus. We beginnen met het eerste hoofdstuk. De economische wereldmachten staan op hun laatste benen. Beste vrienden, wat er gebeurd is in 2011 met de economie, en ik beperk me tot Europa, want in Amerika is het al niet veel beter, maar laten we ons maar beperken tot Europa. Dat is duizenden jaren geleden, één op één, heel accuraat in het woord van God geprofeteerd. U mag er ook niet van staan te kijken dat profetieën uitkomen, want het woord van God is waar. Sommige mensen zeggen dat is toch ook toevallig, dat en dat en dat is er gebeurd en dat vinden wij terug in het woord van God. Nee, dat is niet toevallig, dat is het woord van God. Moet u kijken wat God zegt in Jesaja 46. Dat is goed, jongen. Daar staat, God sprak, ik verkondig van de beginnende afloop, ik maak vooraf bekend wat nog niet is geschied. Goed, hè? Dat betekent dat wij kunnen achteraf zeggen dat en dat en dat is er in 2011 gebeurd. Dat is natuurlijk in december 2011 niet zo moeilijk. Maar God heeft duizenden jaren geleden in zijn woord bekendgemaakt wat nog niet is geschied. En dat klopt. God heeft dat geprofeteerd duizenden jaren geleden. Toen was het nog niet geschied. Inmiddels is het 2011. U zult zich verbazen. Er zijn in 2011 voorvallen geweest, en we beperken ons tot de economie, die God plusminus 2600 jaar geleden, heeft meegedeeld via de profeet Daniël. Het is niet te filmen hoe die profetie in 2011 één voor één tot op de millimeter is uitgekomen. Wat schrijft deze profeet, want hij heeft dat allemaal vastgelegd, geleid door Gods geest in de profetie van Daniël. Daniël zegt in Daniël 2, vers 28 en 31, daar zegt Daniël, in een droom liet God mij een groot beeld zien. Je moet ze voorstellen, en je moet nu goed opletten, want dit is hier en daar best ingewikkeld, dat Daniël die sliep en kreeg in zijn droom dit beeld te zien. Dan moet u opletten. Dat is niet te filmen. God heeft in dit beeld verstopt een paar duizend jaar wereldgeschiedenis. Dat is wel zo top, joh. En Daniël die doet verslag van die droom en hij zegt, in dit beeld toonde God mij de toekomst. Let u op, God heeft plusminus 2600 jaar geleden aan Daniël het hele verloop van de wereldgeschiedenis gezegd
voordat die wereldgeschiedenis nog moest beginnen. Kijk, dat kan alleen God. En Daniël zegt, God heeft mij dat beeld laten zien. En we hebben ontdekt, als je dat nader bestudeert, dat in dat beeld van hoofd tot de voeten staat in chronologische volgorde de belangrijkste wereldgebeurtenissen vanaf het allereerste wereldimperium tot en met de wereldrijken van nu. Ah, beste vrienden, dit is iets om God voor te aanbidden. Dit is zo accuraat in het woord van God neergelegd 2600 jaar geleden. En het is in 2011 één voor één voorbij gekomen. God heeft dus de chronologie van de wereldgeschiedenis niet verpakt in tekst, om zo maar eens te zeggen. Maar heeft die chronologie van de wereldgeschiedenis verpakt in beeld. En dat beeld begint met het hoofd. En let u op. Dat is het begin van alle wereldrijken. En dat gaat verder tot aan de voeten van het beeld. En beste vrienden, die voeten van het beeld, in die tijd leven wij nu. En Daniël heeft 2600 jaar geleden in de profetie zien gebeuren wat in 2011 is gebeurd. En dan gaat Daniël gaat dat beeld beschrijven en dan zegt hij bijvoorbeeld in Daniël 2 vers 38, het hoofd is het Babylonische Rijk. U moet rekenen dat is ongeveer 600 voor Christus. Klopt, zegt mijn geschiedenisleraar. Ja, nogal logisch, dat is niet zo moeilijk om dat achteraf te vertellen. God profeteert dat er een Babylonisch Rijk zou komen vooraf 2600 jaar geleden aan de profeet Daniël. Beste vrienden. Het is precies gebeurd. Daar begon het Babylonische Rijk. Daar begon de geweldige wereld. Daar begonnen de geweldige wereldkoninkrijken. Maar het wereldkoninkrijk is ook in elkaar geploft. Zoals er achter elkaar wereldrijken in elkaar ploffen. En dan gaat de chronologie in dat beeld verder met de borst, de armen, de buik en de lendenen. En dat klopt met de geschiedenis, want daar is sprake van, zegt Daniël 2 vers 39, van het Medische, Medisch-Persische en het Griekse Rijk. U moet rekenen, plusminus 530 tot 330 voor Christus. Het klopt. Zo is de wereldgeschiedenis inderdaad verlopen. Maar ik heb u verteld, het oudste wereldrijk is het hoofd. Het jongste wereldrijk, dat zijn de benen en de voeten. En beste vrienden, ik zal u zo meteen laten zien, dat is de tijd waarin wij nu leven. Want Daniël zegt in Daniël 2 vanaf vers 40, de benen en de voeten zijn het Romeinse Rijk. Lieve mensen, wij leven op dit moment in het Romeinse Rijk. Wij noemen dat wel Europa, naar de dochter van de Fenicische koning, maar feitelijk, geschiedkundig, is dat het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk is begonnen plusminus 30 voor Christus. Het Nieuwe Testament van de Bijbel begint bijvoorbeeld met de overheersing van Israël door de Romeinen. Uiteindelijk zijn Jozef en Maria naar Bethlehem gegaan, omdat ze zich moesten laten inschrijven op last van de Romeinse keizer Augustus. En beste vrienden, dat Romeinse Rijk, dat is begonnen plusminus 30 voor Christus. En beste vrienden, daar zitten wij nog middenin. Wij leven in de tijd van de benen, ja, van de voeten van het beeld. 2011, 2012, het einde van alle wereldkoninkrijken. Op een hele heftige manier. Let u maar op. Dat Romeinse Rijk, wij noemen dat tegenwoordig Europa, maar vergeet u nooit dat Europa, de eenheid van Europa, in 1957 is vastgelegd bij het verdrag van Rome. En dat de Europese eenwording in 1957 in de hoofdstad van het Romeinse Rijk Rome, tevens de hoofdstad van Italië, dat daar die eenwording een feit is geworden, maar dat de hoofdstad van Europa de hoofdstad is van het Romeinse Rijk en wel Rome.
Rome is de juridische hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dat is niet Brussel of welke stad dan ook in de wereld. Dat is Rome. Wij leven letterlijk in het Romeinse Rijk. En wat is er in 2011 op 16 oktober in datzelfde Rome gebeurd? Daar is begonnen een geweldige geweldsexplosie. Die onder andere is voortgezet in de Occupy-bewegingen over de hele wereld. Niet omdat men het niet eens is met de defensie of omdat men het niet eens is met de manier waarop politiek wordt bedreven. Maar men komt in opstand tegen een totale verloedering van economische waarden. Men komt in opstand tegen wat hier staat, de graaikultuur. Men komt in opstand tegen iets wat rechtstreeks te maken heeft met economie. En het begint in Rome. Men is zo beu het grote verschil tussen arm en rijk. Men is zo beu de grote graaikultuur van banken en grote ondernemingen en politici die niet altijd eerlijk aan hun geld komen. En deze angst is vanuit Rome, als het ware, uitgewaaierd over heel Europa en geheel de wereld. En dat is begonnen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, in de hoofdstad van Europa, in Rome. Maar hetzelfde Rome, ik heb het u al verteld, is ook de hoofdstad van Italië. Op 16 juli 2011 wankelt het rijk van de charlatan Silvio Berlusconi. Niet alleen wankelt Italië, een van de rijkste economieën ooit in Europa, maar ook, we weten het allemaal, Griekenland, Ierland, Portugal, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het einde van al die wereldimperia, dat wordt begeleid door een totale wankele economie. 13 augustus 2011. Italië, ik heb het u al gezegd, ooit een van de rijkste economieën van de wereld, is op de rand van de afgrond. En als er geen geld wordt bijgedrukt, of als andere Europese landen niet bijspringen, dan valt niet alleen Italië, maar dan sleept Italië heel Europa mee. Beste vrienden, God heeft dit geprofeteerd. Ik kan u dat zo laten zien. 2600 jaar geleden, en het is in 2011 gebeurd. Dan wordt het voorjaar en ik ga maar verder tot de rest van het jaar en misschien nog een gedeelte van 2012. U weet wat er gebeurd is, het Griekse bankroet. En dat het Griekse bankroet nog geen feit is, komt ook door het bijdrukken van geld en komt door de wanhopige steun, de wanhoopsteun uit heel Europa. Want als Europa dat niet doet, valt heel Europa om. En het is nog maar een kwestie van tijd en dan gebeurt dat. Geheel in lijn met de Bijbelse profetieën. 14 september 2011. De financiële wereld maakt zich op voor bankroet. Ik zeg dit niet om u bang te maken. Dit hebt u ook zelf in de krant kunnen lezen en op televisie kunnen zien. Dan wordt het 12 oktober 2011. De scheidende ECB-president Jean-Claude Trichet waarschuwt voor een totale ineenstorting. Hij noemt dat een systeemcrisis. Dat is een crisis die werkelijk alle geledingen van de economie zal treffen. En alles wat ik vertel, hebt u de krant gelezen, hebt u televisie gezien en misschien wel in uw portemonnee gemerkt. Beste vrienden, wij bevinden ons in een tijd van een totale economische ineenstorting. Geheel in lijn met de Bijbelse profetieën. Want let u goed op wat God aan Daniël over Europa heeft laten zien. God heeft tegen Daniël gezegd, als ik jou dat beeld in die droom laat zien, moet je goed opletten als we zijn aangekomen bij de benen en bij de voeten. Moet je opletten hoe Daniël dat beschrijft in Daniël 2 vanaf vers 41. Daar zegt Daniël dit, leest u goed mee. God liet mij zien dat de voeten van het beeld deels van brokkelige klei en deels van ijzer waren. Dat betekent dat het Romeinse Rijk verdeeld, broos, uiterst wankel en onsamenhangend zal zijn. Immers brokkelige klei vermengt zich niet met ijzer. Ziet u dat? Beste vrienden, het is exact de beschrijving van 2600 jaar geleden profetie van het jaar waarin wij leven. En daar heb je geen fantasie voor nodig. Daar hoef je alleen maar de krant voor te lezen en het nieuws maar voor te volgen. Let u nu op. God zegt tegen Daniël, als de wereld
Als het Romeinse Rijk in die verschrikkelijke, deplorabele toestand is terechtgekomen, dan gaat er iets gebeuren. Let u op wat er straks gebeurt onder deze twee rode pijlen. Let u op. Daniël beschrijft dat in Daniël 2, vers 44. Daniël ziet dus dat dat beeld op omvallen staat. Want die voeten waren zo wankel en broos en onsamenhangend. Daniël ziet dat dat gigantische beeld om omvallen staat. Dan laat God hem in die droom iets zien. Let u op. Opeens zag ik dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berghelling losraakte. Let u op, ook de cameraman, onder de rode pijlen. Een steen. Daniël ziet in zijn droom dat er vanuit de lucht met groot geweld een steen, en die steen die treft de voeten van het beeld. Kijk maar, want Daniël gaat dat verder vertellen. Het beeld, die steen, die trof het beeld aan de voeten van brokkelige klei en ijzer. Dus God laat aan Daniël zien, als de wereld is terechtgekomen in de meest deplorabele toestand waarin je kunt verzinnen, dan komt de steen. En die steen treft het beeld daar waar beschreven wordt het Romeinse Rijk Europa. Let u op wat Daniël verder ziet. Van het beeld bleef niets over, maar de steen werd groot en vulde de gehele aarde. Lieve mensen, let u goed op wat ik nu zeg. Dat kan zeer spoedig gaan gebeuren. Want altijd als er in de Bijbel sprake is van een steen, gaat het over Jezus. Er staat in Matteüs 21 en in 1 Petrus 2, Jezus is de levende steen. Op wie deze steen valt, zal verpletterd worden. En lieve mensen, de situatie in het Romeinse Rijk waarin wij nu leven, de situatie in Europa, is totaal gelijk aan dat wat Daniël zag. En Daniël zag dat als Europa, het Romeinse Rijk, terechtgekomen is in een situatie van broosheid, volkomen wankelheid, van onsamenhangendheid, als dat Romeinse Rijk van pure zwakte niet meer op zijn benen kan staan, dan komt de steen. Lieve mensen, dat is de Heer Jezus. Elk moment kan de Heer Jezus komen. En als u vanavond hier bent en u kent de Heer Jezus, dan is dat een blijde nieuws, dan is dat goed nieuws. Want als de Heer Jezus komt, gaan we naar hem toe. Maar als u vanavond hier bent en u hebt nog geen keuze gemaakt voor de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, op wie deze steen valt, zal verpletterd worden. Oh, het is nog niet gebeurd. De steen is nog niet gevallen. Wij zijn hier vanavond om u te waarschuwen dat het nog mogelijk is de Heer Jezus als verlosser aan te nemen. Want het nieuws rondom ons laat overduidelijk zien, de Heer Jezus, de steen kan elk moment komen. Geweldig als u de Heer Jezus kent om hem te ontmoeten. Maar een moment van oordeel als u de Heer Jezus nog niet kent. Hier ziet u in welke bijzondere tijd wij leven. Vlak voor de komst van de Heer Jezus Christus. En we zullen hierna verder gaan met het tweede hoofdstuk. De laatste stuiptrekkingen van Israëls buurlanden. Ik ga met u naar een landje kleiner dan Nederland, waarvan de Bijbel zegt dat het centrum is van de wereldgebeurtenissen. Zoals Ezechiël dat zegt. Ik ga met u naar 10 mei 2011. Op 10 mei 2011 vierde Israël zijn 63ste verjaardag. U weet, de staat Israël is opgericht in mei 1948. Het is dus een simpel rekensommetje leert dat zij op 10 mei 2011 63 jaar waren. En zoals ik vroeger met de kinderen deed, doe ik ook met Israël. Als vroeger de kinderen jarig waren, dan las ik een psalm die overeenkwam met hun nieuwe levensjaar. Dus als ik onze Israëlische vrienden wil trakteren op een psalm, dan is natuurlijk de meest voor de hand liggende psalm, psalm 63. En dat is een hele bijzondere psalm, want het lijkt wel alsof deze psalm spreekt
over dat wat Israël in haar 63ste levensjaar in 2011 is overkomen. Ik beperk mij tot wat er staat in Psalm 63, vers 10 en 11. Zij die op Israëls ondergang uit zijn, zullen omkomen door het zwaard. Lieve mensen, er is in deze wereld geen land dat zoveel vijanden heeft die op de ondergang van dat land uit zijn. Israël, een klein landje, er is geen land met zoveel vijanden. En lieve mensen, het jaar 2011 is het jaar geweest van de vijanden van Israël. Er zijn rondom Israël dingen gebeurd in 2011. U hebt dat allemaal in de krant kunnen lezen en kunnen zien en bestuderen. En dat is tot daaraan toe. Maar al die ontwikkelingen in de landen rondom Israël zijn duizenden jaren geleden in het woord van God geprofeteerd. U mag er dan ook van niet van staan te kijken als profetieën uitkomen. Israël in het Midden-Oosten, een ongelooflijk klein land. Ik heb u al gezegd, kleiner dan Nederland. Daar gebeurt het. Het gebeurt niet in China, het gebeurt niet in Rusland, het gebeurt niet in Amerika. Israël is de navel der aarde, zegt Ezechiël 38. We gaan het vanavond niet zozeer hebben over Israël zelf. Ofschoon natuurlijk Israël op zich al heel bijzonder is, maar dat hebben we in de afgelopen jaren uitgebreid behandeld. Kijkt u maar in de verschillende inhoudsopgaven van de dvd's. We gaan het vandaag hebben over dat wat er gebeurd is in 2011 in Israëls buurlanden. En de buurlanden van Israël worden in de Bijbel ook letterlijk zo genoemd. Buurlanden of buren of naburen. Beste vrienden, een jaar geleden op 9 december is niet gebeurd wat er gebeurd is in 2011. Op 9 december 2010 konden wij nog niet spreken van enige ontwikkeling van Marokko tot en met Syrië. Toch zegt de Bijbel profetisch dat er in die landen ongelooflijk veel zal gebeuren. En dat is gebeurd in 2011. En we kunnen natuurlijk niet al die landen bespreken. Ik ga met u alleen die landen doornemen die wij profetisch heel kenmerkend in de Bijbel terugvinden. Zoals ik u verteld heb, al deze landen komen in de Bijbel voor, profetisch gezien. En zoals ik gezegd heb, niet allemaal in de namen zoals wij die nu kennen, maar de meeste wel. Maar het gaat vanavond om de meest prominente en meest gevaarlijke buren van Israël. En u zult ervan versteld staan hoe ongelooflijk nauwkeurig de Bijbel spreekt over dat, en u, het is niet te geloven, wat er in 2011 letterlijk is gebeurd of is uitgesproken. En al die profetieën, die zijn in 2011 één op één voorbijgekomen. Wat dat betreft was het niet moeilijk om dat Bijbels en profetisch samen te vatten, en dat heb ik voor u gedaan. De profetieën over de buurlanden van Israël vinden wij in de profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Nahum, Habakkuk, Zefania en Zacharia. Leest u, beste vrienden, heel consensueus met mij mee en ga in gedachten terug naar januari 2011 tot en met november 2011, ja, tot en met begin december 2011. Leest u mee. Moet u kijken hoe de Bijbel spreekt over de buren van Israël. In de eindtijd, zegt het woord van God, zal het in Israëls buurlanden tot botsingen komen. In Egypte en in Syrië zal het stormen. De zeekustbewoners hebben angst. In Libië zijn zuigelingen verpletterd op alle hoeken der straten. Al zijn groten zijn in boeien geklonken en zoeken een schuilplaats tegen de vijand. Gaza beeft hevig. Hoor het gedaver in Babel. Elam heeft de pijlkoker opgenomen. Midian siddert en de Arabieren vallen neer om niet weer op te staan. Libanon, Moab en Ammon zijn verbroken. Beste vrienden, dit gaat over de afgelopen 11,5 maand. En als u goed kijkt naar wat de Bijbel duizenden jaren geleden heeft geprofeteerd, dan zien wij dat dat in 2011 gebeurd is. We hebben gezien, we zullen dat zometeen in detail zien, de ontwikkelingen in Libië. Dus we hebben gezien de ontwikkelingen in Egypte. En beste vrienden, die ontwikkelingen in Egypte duren tot op de dag van vandaag.
We hebben gezien wat er gebeurd is in Saoedi-Arabië. In de Bijbel genoemd Midian en het land van de Arabier. We hebben gezien wat er in 2011 gebeurd is in Babel. Babel heet tegenwoordig Irak, maar in de Bijbel wordt dat land Babel genoemd. We hebben gezien wat er gebeurd is in Iran. Wij noemen dat Iran en dat is een hele jonge naam. Maar de Bijbel noemt Iran met twee namen, Perzië of Elam. Het gehele zuiden van Iran heet ook nog steeds Elam. We hebben gezien wat de profetieën zeggen over Syrië. En we hebben gezien wat daarvan in 2011 is gebeurd. En beste vrienden, tot op de dag van vandaag. De Bijbel spreekt profetisch over Libanon, ontwikkelingen in 2011. De Bijbel spreekt over Gaza, over de activiteit van de Filistijnen, die wij tegenwoordig de Palestijnen noemen. We hebben gezien wat de Bijbel zegt over Moab en Ammon. Moab en Ammon heten tegenwoordig Jordanië. Al deze landen waarover duizenden jaren geleden is geprofeteerd, die ontwikkelingen die geprofeteerd zijn, hebben in 2011 plaatsgevonden. En ik zeg het u nogmaals, dat was een jaar geleden nog niet zo. 2011 was het jaar van Egypte, van Syrië, van Libië, van de Gaza-strook, van Arabië, van Irak, van Iran, van Libanon en van Jordanië. En we zullen heel bijzonder zien wat er in 2011 in al die landen is gebeurd. We zullen zien dat de bedoeling van al die landen is gericht op de ondergang van Israël. En daar zouden we een jaar geleden nog niet over hebben kunnen piekeren. We zouden gezegd hebben van nou, dat zal nog wel een poosje duren. En we hebben gezien hoe het nieuws zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ik laat in dit verband aan het woord onze minister van Buitenlandse Zaken, Juri Rosenthal. Let u op wat hij zegt op 5 augustus 2011. Daar zegt hij, hun woede, en dan heeft hij het over de geelgekleurde landen, is gebaseerd op een gemeenschappelijk kwaad. Hij zegt feitelijk, al die landen zijn verschillend. Ze hebben alleen één ding gemeenschappelijk. Zij haten Israël. En we hebben enerzijds gezien dat in die landen het van binnen gigantisch rommelt. Anderzijds hebben we gezien hoe hun haat tegen Israël steeds ernstiger vormen aanneemt. En het jaar 2011 begon aan het einde van de maand januari met de mededeling in alle kranten en tijdschriften en alle journaals dat de hele Arabische wereld in brand stond. U moet rekenen, het gebied van Marokko tot en met Syrië is verenigd in wat wij noemen de Arabische Liga. Een geweldig bondgenootschap van Arabische landen. En al die Arabische landen die zijn als het ware, die omcirkelen hun gezamenlijke vijand Israël. Israël is het enige land dat ingeklemd ligt in al die landen van de Arabische Liga, maar niet tot die Arabische Liga behoort. Ja, zelfs een vijand is van alle landen uit die Arabische Liga. En zo komen wij op 3 februari 2011. Misschien is dat uw geheugen al ontschoten, maar laten wij daar samen eens even naar kijken. Een geweldige, letterlijke revolutie in Egypte. Moet u opletten wat op 3 februari 2011 gezegd wordt door de toenmalige president van Egypte, Hosni Mubarak. Let u op wat hij zegt. Waarom vechten mijn volksgenoten met elkaar? Het lijkt wel of ze hun verstand hebben verloren. Wat deze man zegt is duizenden jaren geleden geprofeteerd. Duizenden jaren geleden is geprofeteerd in de profetie van Jesaja 19... dat er een dag zou komen dat de leider van Egypte deze woorden zou uitspreken. Want daar staat in Jesaja 19, Gods profetie over Egypte. In de eindtijd zal ik de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en tegen zijn naaste. Egypte zal zijn bezinning verliezen. Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer. Ik zal Egypte overgieten met een geest van bedwelming, zodat zij het land op een doolweg leiden, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. U mag er niet van staan te kijken dat het woord van God waar is en dat profetieën uitkomen. Maar zij leiden naar één gebeurtenis, de wederkomst van Jezus Christus. Ik zet Egypte in een galerij van 3 landen, die komen zo meteen, de andere 2 komen zo meteen. Deze 3 landen spelen de meest prominente rol in de ontwikkelingen
in de buurlanden van Israël. Egypte neemt daarin een belangrijke plaats in. Vandaar dat ik Egypte in deze galerij als eerste even in beeld laat. Want ik ga met u naar 21 februari 2011, Libië. Ik laat u zien de toenmalige leider van Libië. Wie kent hem niet? Muammar al-Gaddafi. Let u op wat hij zegt op 21 februari 2011. Let u op wat hij zegt. Want ook hij spreekt profetische woorden uit. Dat weet hij niet. Maar ze staan in het woord van God en zijn duizenden jaren geleden opgetekend. Gaddafi zei op 21 februari 2011. Elke Libiër die mij dwars zit, zal ik eerst laten sidderen van angst. Daarna zal ik hem vernietigen. Let u op wat de profetie in Ezechiël 30 over deze man en over zijn land zegt. En Ezechiël 30 profeteert ook dat wat de Heere daar zegt ook te maken heeft met de invloed van Egypte op Libië. En dat klopt met het nieuws van 2011. Daar zegt de Heer in Ezechiël 30, een afschuwelijke dag staat voor de deur. Een zwaard zal op Egypte vallen, de gesneuvelden zullen de grond bedekken. Let u op. Het buurland Libië, dus Libië wordt in de Bijbel letterlijk een paar keer genoemd, zal sidderen en worden vernietigd. De Heere zegt, alle bondgenoten van Egypte zullen vallen en er zal een eind komen aan hun trotse kracht. En we weten wat er gebeurd is op 20 oktober 2011. U mag er zich niet over verbazen dat profetieën, duizenden jaren geleden neergeschreven, dat zij uitkomen en zij wijzen heen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik ga met u ook Libië plaatsen in de galerij van landen die een bijzondere rol spelen als het gaat om de ontwikkelingen in Israëls buurlanden. En dat brengt mij op 23 februari 2011. Let u goed op. Een klein berichtje in de kranten. En ik heb er zo'n 20, 30 kranten uit Nederland en daarbuiten op nageslagen. En ook tijdschriften melden dit als een zeer onbelangrijke gebeurtenis. Maar beste vrienden, wat daar gebeurt is op 23 februari, is ongelooflijk gevaarlijk en bedreigend. Want wat gebeurde daar? Voor het eerst sinds de Islamitische Revolutie in 1979 stroomt een Iraans oorlogsschip weer op door het Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee in de richting van Israël. Let op. De naam van dit oorlogsschip is Tarkesh. Waarom vertel ik u dat? Omdat Tarkesh het Iraanse woord is voor pijlkoker. Een woord, we zullen dat zo zien, dat rechtstreeks in de profetieën wordt genoemd. Hier zien wij de eerste keer dat Iran in onze studie voorkomt. En Iran speelt een buitengewoon prominente rol als het gaat om de ontwikkelingen in Israëls buurland in de richting van Israël. Let u op, want over Iran wordt heel duidelijk gesproken in de profetieën van Jeremia, Jesaja en Ezechiël. Ik heb u al verteld dat Iran in de Bijbel natuurlijk geen Iran heet, want Iran heet nog maar kort zo. Wij 50, 60-plussers, wij zijn opgegroeid met de naam Perzië. En Perzië komt ook in de Bijbel voor. Maar veel vaker wordt Iran in de Bijbel Elam genoemd. En ik heb u al verteld dat het grootste gedeelte van het zuiden van Iran nog steeds Elam heet. Moet u opletten? Deze man, hij is de baas van Iran. We kennen hem allemaal. Het is Mahmoud Ahmadinejad. Let u op wat hij zegt. U moet goed meelezen wat hij zegt op 23 februari 2011. Ook hij zegt iets waarvan de profetieën duizenden jaren geleden zeiden dat hij het zou gaan zeggen. Hij zegt, ik ga richting Israël met maximale militaire bezetting. Niemand houdt mij tegen. Let op. Ik heb mijn pijlkoker, mijn Tarkesh, heb ik bij me. Let u nu op wat de profetieën daarvan zeggen. Duizenden jaren geleden. God sprak over het laatste der dagen. Een dreigend gezicht is geopenbaard aan de profeet Jesaja. Daar is Elam met heel zijn menigte.
Elam is een verrader en een verwoester uit een vreselijk land, let u op. Hij heeft de pijlkoker opgenomen. U mag zich er niet over verbazen dat profetieën uitkomen en dat het woord van God waar is. Beste vrienden, al deze dingen die ik u tot nu toe heb laten zien, daar was een jaar geleden, in 2010, nog geen enkele sprake van. Het is ons allemaal gebeurd in 2011. De Heer Jezus komt spoedig. Want al deze dingen, we zullen dat zo zien, zijn tekenen die ons erop wijzen dat de Heer Jezus gauw komt. Dus Iran blijft staan in de galerij van belangrijke landen, prominente landen, als het gaat om de ontwikkelingen in Israëls buurlanden. En dat brengt ons bij 26 februari 2011. Een dag van woede in Irak. Met duizenden plunderaars en duizenden jongelui die zich openlijk verzetten tegen het regime en een openlijke revolutie trachten te ontketenen, zoals in alle andere landen rondom Israël al lang aan de gang was. Let u op wat de Bijbel daarvan zegt. Ja, het is bijzonder, in Jesaja en Jeremia. De Bijbel noemt Irak Babel. Irak is ook een naam van de laatste decennia. In de Bijbel wordt Irak Babel genoemd. Moet u opletten wat er staat in Jesaja en Jeremia over dat wat er in 2011 in Irak is gebeurd. De dag des Heren komt met grote woede. Babel zal zijn als Sodom en Gomorra. Babel overkomt een onheil dat niet te bezweren is. Verheugt u, gij plunderaars, spring als een kalf en hinnik als een hengst. Beste vrienden, God heeft over de buurlanden van Israël duizenden jaren geleden profetieën laten vastleggen die in 2011 letterlijk voorbij zijn gekomen. Het zij in uitspraken van leiders van die landen, het zij in gebeurtenissen. En dat brengt ons op 7 maart 2011. Ook in Libanon, kleine berichtjes in de kranten. Duizenden mensen hebben een revolutie ontketend. Naar analogie van al die revoluties in al die andere landen. Wat heeft het woord van God daarover gezegd in Zacharia 9? Gods profetie over Libanon. Hoor het gejammer, hoor het gebrul der jonge leeuwen. Beste vrienden, er zijn dingen gebeurd in 2011 die de kenner van profetieën wijzen op de komst van de Heer Jezus Christus. Als u de profetieën kent, en dat is een behoorlijk ingewikkeld thema, maar als u daarvan op de hoogte bent, hebt u de afgelopen maanden heel anders de krant gelezen. En hebt u zich verbaasd over hoe de legpuzzelstukjes van Gods legpuzzel op hun plaats aan het vallen zijn. Dat brengt mij op 12 maart 2011. Saoedi-Arabië. De grootste olieproducent ter wereld. Ik laat aan het woord de baas van Saudi-Arabië, Abdullah bin Abdul Aziz. Let u op wat hij zegt. En voor ik ga zeggen wat hij gezegd heeft op 12 maart, zeg ik weer dat wat hij toen zei op 12 maart 2011... bijna letterlijk is geprofeteerd dat hij dat zou gaan zeggen duizenden jaren geleden. Leest u met mij mee wat hij zei. Als mijn onderdanen op deze manier doorgaan, is mijn land binnen afzienbare tijd niets meer waard. Wat heeft God over dit land geprofeteerd? In Jesaja 21. Gods profetie over Arabië. Voor de zware zijn ze gevlucht en voor de druk van de oorlog. Binnen een jaar, na de jaren van een dagloner, zal het gedaan zijn met al de heerlijkheid van de Arabieren. Beste vrienden, 2011 was een zeer dynamisch, heftig jaar in profetische zin. Dat brengt mij op 29 maart 2011. Ik ga met u naar Jordanië. Hier ziet u de leider van de Jordaanse moslimpartij, Hamza Mansour. Hamza Mansour is de eerste leider die openlijk zijn vijandschap over Israël heeft uitgesproken. Al deze landen hebben een gezamenlijke haat tegen Israël, maar hadden intern zoveel problemen dat ze zich eerst concentreerden op dat wat er in het land zelf gebeurde. Maar onderhuids was daar een mega diep gewortelde haat tegen Israël. En deze man, hij spreekt het openlijk uit. En dan krijgt hij bezoek
van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton. Moet u opletten wat zij zegt. Misschien heeft ze het niet in de gaten, maar ook zij doet een profetische uitspraak. Want wat zegt zij op 14 april 2011? Slaan de demonstraties in Tunesië en Egypte over naar Jordanië? Het eerste land dat genoemd wordt als de volgende dominosteen in de Arabische wereld die omvalt, is het Jordaanse Koninkrijk. Wat zegt het woord van God profetisch over Jordanië en Zefania 2? Het woord van God van Israël. Moab zal aan Sodom gelijk worden en Ammon aan Gomorra een grote woestenij. En we hebben gezien dat Moab en Ammon, zoals ze in de Bijbel genoemd worden, dat is het huidige Jordanië. Beste vrienden, de slechtpuzzelstukjes van Gods profetie zijn in 2011 één voor één op hun plaats gevallen in Gods legpuzzel van gebeurtenissen vlak voor de komst van de Heer Jezus. En dat brengt ons bij 23 april 2011, Syrië. Een van de grootste problemen, zo groot dat die problemen duren tot op de dag van vandaag. Opstanden in de hoofdstad van Syrië, Damascus, in Homs, in Banias, in Deraa, niet te filmen. Syriërs die elkaar doden. Syriërs die door de regering worden aangezet om hun eigen buurman of buren dood te schieten. De leider van dat land, we kennen hem allemaal, Bashar al-Assad, moet u opletten wat hij zegt, op 23 april 2011. In mijn strijd tegen Israël ben ik bereid mijn hele land op te offeren en daar is hij hard mee bezig. Gods profetie over dit land en over de landen die met hem meedoen in Jesaja 17. Vanwege het rumoer van vele volken tegen de Israëlieten zullen hun steden in de eindtijd een puinhoop worden. Beste vrienden, de grootste steden van Syrië zijn die puinhopen. Zijn reeds gigantische puinhopen. Damascus, de hoofdstad van Syrië, tot op de dag van vandaag. Damascus wordt in de Bijbel tientallen malen genoemd. Maar de ernstigste profetie over Damascus in Jesaja 17 is in 2011 voor het grootste gedeelte uitgekomen. Daar staat dit, Gods profetie over de hoofdstad van Syrië, Damascus. Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is. Het wordt een puinhoop. Verlaten liggen de steden, zij zijn voor de kudde. Beste vrienden, 2011 zijn de profetieën van God in de buurlanden van Israël één voor één, millimeter voor millimeter, waarheid geworden. En dan komt Iran weer op de proppen. U ziet, hij staat in de galerij van prominente landen. Iran bemoeit zich letterlijk met de aangelegenheden van Syrië om uiteindelijk Israël te kunnen binnenvallen. Want u weet, Syrië is het land dat aan de noordgrens van Israël ligt. En alle vijanden van Israël zijn buitengewoon geïnteresseerd in Syrië. Want, zegt Assad, de hulp van Iran zal mijn levenswens, Israël te vernietigen, in vervulling doen gaan. Het is ook Iran dat Syrië tot op de dag van vandaag helpt om de protesten neer te slaan. Dat kan Syrië nog niet eens uit eigen kracht. Daar helpt Iran bij met de bedoeling om macht te krijgen in Syrië, om zo een bruggenhoofd te hebben naar Israël toe vanuit de noordzijde. Dan wordt het 12 mei 2011. Syrië is zo'n strategisch land ten opzichte van Israël dat ook werkelijk gebeurt wat ik heb genoemd, dat de buurlanden Syrië uitkiezen om Israël vanuit het noorden te kunnen binnenvallen. Op 12 mei laten de kranten foto's zien van Israëlische soldaten. Hier ziet u een Israëlische soldaat die de grens bewaakt met Syrië tijdens een protest waarbij Palestijnen vanuit Syrië de Joodse staat bestormden. En zij nemen de eerste stap en ze worden spoedig gevolgd door alle andere vijanden van Israël. En Iran voorop. 22 mei 2011.
Iran levert aan Syrië kosteloos 63 Russische Sukhoi-burgervliegtuigen om in de volle omgeving verkenningsvluchten uit te voeren. Moet u opletten wat de profetieën daarover zeggen in Jesaja 18. Daar zegt de Bijbel: God waarschuwt de landen van vleugelgegons uit Elam. En u weet, Elam, dat is Iran. En dat brengt mij op 17 juni 2011. Hier ziet u de bedreigingen van Israël vanuit het noorden, vanuit Syrië. Op 17 juni 2011 is er weer een ontwikkeling vanuit Egypte. Ik stel u voor aan deze man. Deze man is Yusuf al-Qaradawi, een Egyptische sheik. Deze man is een vooraanstaand islamtheoloog. Hij is het ideologische brein achter de wereldwijde fundamentalistische moslimbroederschap. Hij heeft een website geopend in 1997, Islam Online. Met honderdduizenden bezoekers elke dag. Hij heeft een televisieprogramma, Sharia in Leven, dat wereldwijd door 40 miljoen mensen wordt bekeken. Een ongelooflijke invloed. En hij zegt op 17 juni 2011, een oorlog met de Joden zal niet lang uitblijven. Dan zullen we de Al-Aqsa-moskee opnieuw veroveren. Dreigingen rondom Israël vanuit Egypte, Libië, Iran en uit andere landen. 22 juli 2011. Egypte opent de grens met Gaza. Bij wijze van spreken, Israël is in de noordgrens vogelvrij vanuit Syrië. En nu, met ingang van 22 juli 2011, is Israël aan de zuidzijde vogelvrij. Want Egypte heeft de grens met Gaza geopend, waardoor je toegang hebt tot Israël. En waardoor Egypte een corridor is geworden, evenals Syrië, voor alle vijanden van Israël. En daar komt Libië weer op te proppen, want het blijkt dat de oorlogskracht van Gaza, van de Palestijnen al daar, wordt gevormd door wapens uit Libië ter waarde van miljarden dollars. Van de zomer gebeurt. Want wat gebeurt er op 24 augustus 2011? Misschien weet u het nog. Zuid-Israël bestookt vanuit Gaza. De vijanden, het net van de vijanden van Israël, geheel in lijn met de Bijbelse profetieën, sluit zich. Maar dan gebeurt er iets. Dat rumoer van vele volkeren, wat aan alle kanten rondom Israël aan de gang is, dat duurt. Daar zitten we nu nog middenin. En dat zal, als de Heer niet gauw komt, nog wel zo blijven. Wat zegt deze man over dat rumoer? Dezezelfde al-Qaradawi. Moet u goed opletten, hoe profetisch. Hij spreekt op 14 oktober 2011 letterlijk een profetie uit, waarvan hij niet weet dat God die in zijn woord al duizenden jaren geleden heeft laten neerschrijven. Maar deze man weet niet wat hij zegt. Hij zegt op 14 oktober 2011, vol wraak en leedvermaak zullen Iran, ja, alle Arabische kuststaten er via de Palestijnen in de Gazastrook alles aan doen de vijandschap met Israël eeuwig te laten duren. En de profetie van God, duizenden jaren geleden, neergeschreven door de profeet Jeremia en door de profeet Ezechiël. Daar staat Gods profetie over de Filistijnen, en die heten nu de Palestijnen. De Gods profetie over de Palestijnen in Gaza in de laatste dagen, let op. Op de dag, en u mag links meelezen, maar u mag ook in het rode vlak meelezen. Op de dag dat zij menen wraakzuchtig te kunnen handelen door met leedvermaak in eeuwigdurende vijandschap Israël te bedreigen, zal ik, de God van Israël, alle vijanden aan het strand der zee te gronden richten. Geheel in overeenstemming met Psalm 63, vers 10 en 11, die wij gelezen hebben ter ere van Israëls 63ste verjaardag. Beste vrienden, wij zijn op dit punt aangekomen.
Wij zijn op het punt aangekomen dat werkelijkheid wordt wat er staat in 2 Thessalonicenzen 2, in Ezechiël en in Openbaring. Let u op de woorden van Jezus zelf. Let u op, leest u mee. Als ik terugkom, zal ik door mijn adem de wetteloze vernietigen. Niet langer zullen kwaadwillige buurstaten in Israël, prikken en verwonden. Ik kom spoedig om een ieder te vergelden. Beste vrienden, daar hoeft niets meer te gebeuren wat deze komst eventueel nog zou kunnen uitstellen. Alles wat er gebeuren moet om die komst werkelijkheid te doen worden, is gebeurd. We hebben het enerzijds gezien aan de ontwikkelingen in de economie, dat de steen elk moment kan vallen. En we hebben gezien dat de omstandigheden in de wereld dat alles laten zien. En nu zien wij dat ook het Midden-Oosten bewijst, de gebeurtenissen daarvan, niet alleen dat de profetieën waar zijn, maar dat de Heer Jezus op het punt staat om te komen. En dat brengt ons op het laatste hoofdstuk. Een wereldwijd levensgevaar nadert, wellicht Gods laatste waarschuwing. U moet nu even goed opletten, want nu komt er iets moeilijks. In Japan heeft een vreselijke gebeurtenis plaatsgevonden. En een hoop mensen beweren dat dat een oordeel van God is. En wij vinden dat niet terug in de Bijbel. Maar wat er in Japan gebeurd is, is wel een voorteken van wat deze wereld ooit zal treffen. Daarom moeten we goede nota nemen van dat wat er in Japan gebeurd is. Want we zullen zien, dat heeft de gevolgen voor de hele wereld. Ook voor Nederland. We hebben gezien aan het begin dat Handelingen 1 zegt dat de Heer Jezus zal terugkomen. Let u goed op, want dit kan hier en daar ingewikkeld zijn. We hebben ook gezien dat als de Heer Jezus terugkomt, dat ogenblikkelijk daarna, dus als de Heer Jezus maandag terugkomt, begint God dinsdag uitvoering te geven aan wat er staat in Jesaja 13 en Openbaring 16. Daar staat dit. God spreekt, ik zal de wereld oordelen vanwege haar zonden. Ik heb u al gezegd, God is heilig en rechtvaardig en moet zijn oordeel uitspreken over de zonde. Dat eist zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft een reddingsplan ontwikkeld, maar dat moet de mens wel aannemen. Als een mens dat afwijst, dan zal de mens terechtkomen in de handen van een oordelend God. En God is zo genadig, lieve mensen, dat God u waarschuwt. Dat wat er in Japan gebeurd is, is een van Gods keiharde waarschuwingen van wat er ooit zal gaan gebeuren als de Heer Jezus komt. En wat er beschreven staat in Jesaja 13, Openbaring 16. God zegt, ik zal de wereld oordelen vanwege haar zonden. Hoe doet God dat? En beste vrienden, de wederkomst van de Heer Jezus kan elk ogenblik plaatsvinden. Hoe doet God dat? De mensheid zal worden opgeschrikt door een vernietigende aardbeving. Dus als de Heer Jezus maandag komt, begint God dinsdag met de uitvoering van de oordelen. Eén van die oordelen is een aardbeving. Nou zult u zeggen, ja, maar we hebben al zoveel aardbevingen gehad. Beste vrienden, die aardbeving die de wereld zal treffen als de Heer Jezus gekomen is, heeft niet alleen gevolgen voor het gebied waar die aardbeving woedt, die aardbeving zal gevolgen hebben voor de totale globe. En dat is iets wat nog niet gebeurd is. Want de Bijbel zegt daarachter dat die aardbeving afgrijzelijke gevolgen zal hebben. En natuurlijk is elke aardbeving afgrijzelijk. Mensen komen om, ontzettende schade. En toch merk je dat als de schade hersteld is, dat die betreffende landen weer overgaan tot de orde van de dag. Ze kunnen niet anders. Deze aardbeving die ooit de wereld zal treffen, heeft afgrijzelijke gevolgen. Nogmaals wat ik zei, niet alleen voor het land waar die aardbeving woedt, maar voor de hele wereld. En die gevolgen zijn niet meer te stoppen.
Dat gaat dus gebeuren. Let u nu goed op. God heeft in 2011 van die verschrikkelijke aardbeving met die afgrijzelijke gevolgen een voorteken gegeven, een voorproefje. Wat er in Japan gebeurd is, is niet het oordeel. Het is een voorteken van het oordeel dat zal komen als de Heer Jezus gekomen is. God is als het ware begonnen met de voorbereidingen van die verschrikkelijke ramp. Dat betekent, beste mensen, dat de Heer Jezus elk moment kan komen. De eerste voortekenen, de eerste signalen van een vreselijke wereldramp zijn in 2011 voorbijgekomen. Dat is het derde bewijs, bij vele andere bewijzen, dat de Heer Jezus op het punt staat te komen. Ik ga met u naar maart 2011. En u mag God wel bewonderen, beste vrienden, vanavond in deze zaal, dat God zo duidelijk is. Niemand zal God ooit kunnen verwijten dat hij niet gewaarschuwd heeft. Ik ga met u naar 11 maart 2011. Ik ga met u naar Japan. En we weten allemaal wat er op 11 maart 2011 is gebeurd. Een vreselijke aardbeving zoals wij die in de wereld kennen. Maar beste mensen, deze aardbeving heeft in tegenstelling tot alle andere aardbevingen die ooit op aarde hebben plaatsgevonden, afgrijzelijke gevolgen. En die bereiken inmiddels de hele wereld. Het is een voorteken van iets wat zal gebeuren ten volle als de Heer Jezus gekomen is. Maar God geeft voortekenen en waarschuwt. Die aardbeving die Japan heeft getroffen in maart 2011 heeft 6 afgrijzelijke gevolgen. En lieve mensen, alsjeblieft, hou me te goede. Ik probeer u niet bang te maken. Dat kan het effect zijn. Het kan het effect zijn dat u bang bent. Maar beste vrienden, dit is het nieuws van 2011. Dit is wat u hebt kunnen zien en kunnen lezen. Het eerste afgrijzelijke gevolg van deze aardbeving in Japan is de allesverwoestende tsunami. En let u goed op. Een van de onderdelen van Gods oordelen na de wederkomst van de Heer Jezus is ook een tsunami die de hele wereld zal treffen. God heeft in 2011 een voorteken daarvan gegeven. Dat betekent dat de Heer Jezus spoedig komt. Dus het tsunami die de wereld zal treffen nadat de Heer Jezus is gekomen, vinden wij in de profetieën van Haggai, in de psalmen, in Ezechiël en in de profetie van Habakkuk. Leest u op, leest u mee, Gods profetie. Nog een korte tijd, beste vrienden, als de Heer Jezus komt, dan begint de uitvoering van dit oordeel. Dan zal ik, God, de aarde en de zee doen beven. De bergen zullen zich verplaatsen in het hart van de zee. Van het angstgeschreeuw van matrozen zullen de opgezweepte golven beven. De vissen der zee zullen beven. Bergwanden zullen vallen en elke muur zal ter aarde storten. Stromen van bevend water trekken voorbij. De watervloed verheft zijn stem. Hij steekt zijn handen omhoog. Een verschrikkelijke zeebeving zal onderdeel uitmaken van Gods oordelen nadat de Heer Jezus gekomen is. Beste vrienden, wij hebben daarvan in 2011 een voorteken gezien. God heeft al een begin gemaakt met zijn oordelen. De Heer Jezus staat voor de deur. En beste vrienden, daar is het in Japan niet bij gebleven. Het tweede afgrijzelijke gevolg, u weet het, is een afzichtelijke kernramp. Een van de allergrootste kerncentrales in Japan heeft het begeven als gevolg van aardbeving en tsunami. En een kernramp of een kernongeluk is een van de ergste dingen die de mensheid kan treffen. Een verschrikkelijke ramp tekent zich af waarvan men op dat moment nog de gevolgen niet kan overzien. Maar dat brengt ons bij het derde afgrijzelijke gevolg. Dat in de wijde omgeving moeten meer dan 200.000 mensen worden geëvacueerd. Duizenden mensen, beste vrienden, zijn al radioactief
bestraald en hebben als stralingsverschijnselen, zijn zwaar ziek. En er zijn er vele tientallen al gestorven door straling, door radioactieve straling. Het is een sneeuwbaleffect onder de Japanners dat niet meer te stoppen is. Het is een voorteken, beste vrienden, van wat deze wereld zal meemaken ten volle als de Heer Jezus is gekomen. En God geeft voorproefjes, voortekenen. Want wat zal deze wereld overkomen? Het zal te maken hebben met verschrikkelijke kernongeluk. Beschreven in Gods profetie in Jesaja, Ezechiël, Zefania en Zacharia. Wat staat daar? Gods profetie op de dag van het oordeel. Die dag van het oordeel is er dus nog niet. Die komt pas als de Heer Jezus is gekomen. En als u de Heer Jezus niet kent, zult u dit mee moeten maken. Als u hem wel kent, bent u in de hemel. Maar als u hem niet kent, hebt u nog de gelegenheid om hem aan te nemen vanavond. Maar God waarschuwt. En God zegt, op de dag van het oordeel zal een verwoesting plaatsvinden waarvan niemand een vermoeden had. De mens zal voedsel zijn voor een diepe en wijde vuurhaard. Vanwege de zwavel zal ieders vlees wegteren en ieders bloed zal stromen. Beste vrienden, de voortekenen daarvan hebben wij in 2011 gezien. Dat brengt ons op het vierde afgrijzelijke gevolg van de aardbeving in Japan. En wij vinden dat profetisch beschreven in Jesaja 47. Leest u mee. Er zal zich een ramp voltrekken die men niet zal weten te bedwingen. Er zal dus na de komst van de Heer Jezus zich een ramp voltrekken waar de mens geen controle meer op heeft. Beste vrienden, dat is in 2011 gebeurd. Japan kan het niet meer. En de gevolgen van deze verschrikkelijke nucleaire ramp, er zijn niet meer te stoppen. Lieve vrienden, God waarschuwt en God zegt, de wereld heeft kennis gemaakt met de verschijnselen die in deze wereld zich zullen voordoen na de wederkomst van de Heer Jezus. U mag God wel bewonderen dat hij zulke duidelijke tekenen geeft. Beste vrienden, Japan probeert dit allemaal onder tafelkleed te schuiven, maar de ramp is niet meer te stoppen. En dat brengt ons op het vijfde afgrijzelijke gevolg van deze kernramp die in 2011 is gebeurd. Op 13 april 2011 melden de media dat de kernramp in Japan even zwaar is als Tsjernobyl. U kunt zich nog wel herinneren, de kernramp in Tsjernobyl in de Oekraïne, april 1986. Geschatte doden door straling wereldwijd meer dan 100.000. In de regio van Tsjernobyl is er geen enkel gezin waar niet op zijn minst een mismaakt of zwaar zieke zich bevindt. Nog steeds sterven in de regio van Tsjernobyl elke maand gemiddeld 2 kinderen aan kanker. Maar let u nu goed op. Tsjernobyl ligt in de Oekraïne. Het Oekraïense woord Tsjernobyl betekent letterlijk alsem. En daarover profeteert Openbaring 8. En lieve mensen, dat is in 2011 waarheid geworden. Openbaring 8 profeteert over Tsjernobyl, over Tsjernobyl-verschijnselen. Op de dag van het oordeel zal een brandende alsemfakkel op het water vallen. Het derde deel der wateren zal alsem worden, zodat velen zullen sterven. O, beste vrienden, ik doe dit niet om u bang te maken. Dat kan het effect zijn. Dit is de krant. Dit is het nieuws van 2011. God waarschuwt. God laat voortekenen gebeuren waardoor de mensheid Gods waarschuwingen hopelijk ter harte neemt. Want de alsemramp zal deze wereld ten volle treffen na de wederkomst van de Heer Jezus. Maar God heeft daar al een begin mee gemaakt. Want lieve mensen, hou u vast. Dat brengt ons op het zesde afgrijzelijke gevolg van deze aardbeving in Japan. Dat is dat wat de Japanners gedaan hebben met het water. Op 19 april 2011 hebben de Japanners 11.500
ton zwaar radioactief water geloosd van de gehavende kerncentrale Fukushima, geloosd in de Stille Oceaan. Technici bij de gehavende kerncentrale van Fukushima zijn maandag begonnen met het lozen van radioactief water in zee. Er zal 11.500 ton water dat 100 keer meer radioactiviteit bevat dan de wettelijke norm in zee worden geloosd. En op 4 december 2011, dat was afgelopen zondag, is daar nog eens 45.000 liter zeer zwaar radioactief water bijgekomen dat de Japanners in de Stille Oceaan hebben geloosd. Dat betekent dat deze ramp, we zullen dat zo zien, dat de gevolgen van deze ramp zich over deze wereld aan het verspreiden zijn. De Bijbel profeteert deze gebeurtenis in Openbaring 7, vers 2. Daar staat: op de dag van het oordeel, dat begint dus pas ten volle als de Heer Jezus is gekomen, maar God is er al mee begonnen, kennelijk. Dat wijst erop dat de Heer Jezus spoedig komt. Moet u opletten, op de dag van het oordeel zullen de landen van de opgang der zon, en u weet de Japanse vlag, het witte veld met de rode zon, de Japanse vlag is de vlag van de opgaande zon, is de vlag van de opgang der zon. Op de dag van het oordeel zullen de landen van de opgang der zon schade toebrengen aan de zee. Beste vrienden, we hebben geen idee van wat dit voor de rest van de wereld betekent. Er staat in Openbaring 16: op de dag van het oordeel zal de zee bloed worden en alle levende wezens in de zee zullen sterven. En u zult schrikken van wat daar nu al van aan het gebeuren is. God waarschuwt. En God zegt: zie dit als een belangrijk signaal van de spoedige komst van de Heer Jezus. En lieve vriend, vriendin, als u nog geen besluit hebt genomen, waardeer het van God dat hij zo duidelijk is. En u kunt zich voorstellen dat de hele wereld zich op dit moment gigantisch zorgen aan het maken is. De gevaren zijn niet meer in Japan gebleven. Deze hele wereld is in rep en roer. Ook daarover spreekt de Bijbelse profetie. Want dat zal na de komst van de Heer Jezus nog erger worden. God geeft een voorteken. Er staat in Openbaring 17, Jeremia 51 en Ezechiël en Jeremia dit: Gods profetie. Het oordeel zal komen over zondige afgodendienaars die aan grote wateren wonen. Alles zal beven voor het oordeel. De vissen der zee en de mensen op aarde. Wateren zullen komen opzetten en in de hele wereld zullen de mensen schreeuwen en jammeren. U kunt zich goed voorstellen dat dit wijst heel bijzonder op de spoedige komst van de Heer Jezus. En u begrijpt dat de wereld maatregelen neemt. Heel veel maanden, het is opmerkelijk, heeft de wereld dit gelaten over zich heen laten komen en ach en wee geroepen. Maar toen de Japanners water begonnen te lozen, radioactief water in de oceaan, werden ze wakker. En dat waren allereerst de Amerikanen die op 27 april 2011 in actie kwamen. En om radioactiviteit in water te meten en te detecteren, te kwantificeren, is zeer geavanceerde technologie nodig die in bezit is van de NASA. De NASA hebben een systeem ontwikkeld dat ze hebben genoemd SONIS, Stratosferisch Observatorium voor een nucleaire onderzoek van de zee. Geweldige geavanceerde technologie die ze hebben ondergebracht in een Boeing 747. Deze Boeing 747 vliegt dag en nacht over de grote oceanen en zeeën en brengt in kaart de buitengewoon gevaarlijke radioactieve lading van de zee. Aan boord van deze 747
bevindt zich de meest geavanceerde apparatuur en technologie om werkelijk elk graadje radioactiviteit te meten. En beste vrienden, hun bevindingen zijn schokkend. En ik zeg dit niet om je bang te maken. Dat kan het effect zijn. Dit is het nieuws. En dit komt overeen met Gods profetieën. God waarschuwt. En dat mag u wel hooglijk waarderen. Wat heeft dit vliegtuig inmiddels al ontdekt? Ik laat u deze wereldbol zien. En je moet voorstellen dat al deze groene vlakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle wereldzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit. Om u even een indruk te geven van de ligging, dit is Japan, dit is Amerika en dit is Nederland. En deze Boeing die vliegt boven de grote oceanen en detecteert de radioactieve straling in het water. Radioactieve straling wordt gemeten in millisieverts. Dat is een eenheid. Bijvoorbeeld 500 tot 1000 millisieverts. Het gevolg daarvan is een lichte stralingsziekte. Men is misselijk, men moet overgeven, men heeft diarree en hoofdpijn. Beste vrienden, deze concentratie is gevonden ten westen van Zuid-Amerika in immense hoeveelheden. Maar het kan nog erger. Als er sprake is van 2000 millisieverts, dan is er sprake van een zware stralingsziekte, van bloedingen, van verminderde afweer en van beenmergschade. Beste vrienden, deze concentratie is waargenomen ten oosten van Afrika, ten zuiden van India. De allerergste concentratie gemeten is 5000 millisievert. In meer dan de helft van de gevallen direct dodelijk. Beste vrienden, deze concentratie is gevonden ten oosten van Zuid-Amerika, ten westen van Afrika, ten oosten van Amerika, ten westen van West-Europa. Dit vliegtuig zendt dag en nacht alle gegevens door naar de grootste radio antenne naar de grootste radioschotel ter wereld. 100 meter doorsnee, dat is de radioschotel van Green Bank in West Virginia in de Verenigde Staten. Vanuit deze radioschotel gaan waarschuwingen naar vele, vele locaties op deze wereld. In de periode van april tot en met november zijn alle kusten van alle kustlanden in de wereld constant bevaren door schepen die non-stop 24 uur per dag, 7 dagen in de week het water in de gaten houden. En onmiddellijk terugmeldingen geven. Voor de kust van Israël varen tientallen radiografisch bestuurbare onbemande inspectievaartuigen. Want de kust voor Israël is helemaal zwaar radioactief vergiftigd. Op 18 oktober 2011 probeert men dit schip te legen. U weet toch wel, dat is dat schip dat met containers is vergaan voor de kust van Nieuw-Zeeland. Men is op 18 oktober proberen te beginnen om dat schip leeg te ruimen. Men moest stoppen vanwege de enorme radioactieve straling. Alle containers waren radioactief. Het water om het schip was radioactief. En de ruimers die daar bezig zijn geweest, meer dan de helft zijn opgenomen in het ziekenhuis met zeer zware stralingsverschijnselen. En van een groot aantal is de vraag of ze het er levend van af zullen brengen. Straling in de zee. In november 2011, u weet wat er gebeurd is in Thailand, overstromingen. Hier ziet u een gedeelte van Bangkok dat overstroomd is. De meeste doden die daar gevallen zijn en gewonden en zieken zijn niet gedood en ziek geworden door verdrinking, maar door het radioactieve gehalte van het water. Op 14 november 2011 proberen de Japanners met man en macht in een goed blaadje te komen bij de rest van de wereld door te beweren dat het allemaal wel meevalt.
Zij nodigen een aantal journalisten uit om de fabriek van Fukushima, om de kerncentrale van Fukushima te bezichtigen. In een zeer zwaar, beveiligde en beschermde bus, met wanden van een meter dik, de journalisten zeer sterk beschermd tegen straling. En zo rijdt deze bus dwars door de centrale van Fukushima. En de Japanners hopen dat deze journalisten de wereld zullen rapporteren dat het wel meevalt. Weet u wat er gebeurt? Eén van die journalisten gaat op een gegeven moment in deze bus staan. En misschien is het een christen, maar hij leest hardop voor, zodat de Japanners dat goed kunnen verstaan. Hij leest hardop voor wat er staat in Ezechiël 32 vers 2. Hij leest dit voor, met luidkeels roept hij het. Mensenkind, hef een klaagzang aan. Gij waart als een zeemonster. In uw stromen liet gij het borrelen. Met uw poten bracht gij het water in beroering en deed zijn stromen troebel worden. Let u op dat woord poten, wat er staat in Ezechiël 32. Ik zal u die centrale van Fukushima laten zien. Die centrale van Fukushima heeft 4 reactortorens, 4 reactoren. Maar de Japanners noemen die reactoren, die torens noemen ze geen torens of reactors, die noemen zij poten. Deze 4 reactoren, zeggen de Japanse kerndeskundigen, dat zijn de poten van de centrale. Dat is het vakjargon wat zij daarvoor gebruiken. Ezechiël zegt, met uw poten bracht gij het water in beroering en deed zijn stromen troebel worden. En lieve vrienden, het water in deze wereld is niet meer te redden. En het is aardig stil. Waarschijnlijk is het de Japanners toch gelukt op een of andere manier, dit niet in het wereldnieuws te brengen. Maar we staan aan de vooravond van een verschrikkelijke ramp die heel dichtbij komt. En die ramp komt ten volle als de Heer Jezus gekomen is. Maar de voortekenen zijn allerwege zichtbaar. Het staat in Ezechiël 32. Op de oordeelsdag zullen de dieren die langs de wateren grazen sterven. Geen mens zal zich nog in die wateren begeven. Beste vrienden, ik zeg dit niet om u bang te maken, u weet het. Dat kan wel het effect zijn. Maar dit is het nieuws van 2011. En u mag God wel waarderen dat hij zo duidelijk is. De wederkomst van de Heer Jezus kan elk ogenblik plaatsvinden. 25 november 2011. Dat is nog maar heel kort geleden. In de wereld wordt het 71ste laboratorium in gebruik genomen om de waterkwaliteit constant te bewaken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week wordt het water van de oceanen en van de grote rivieren en van de grote wateren bewaakt. Non-stop in 71 waterlaboratoria. De wereld begint bang te worden. 26 november 2011. Heel kort geleden. Ik ga met u naar Engeland. Ligt hier vlakbij. Hier ziet u de Noordzee. Hier ziet u de hoofdstad Londen. En in de Noordzee stroomt uit de Engelse rivier de Theems. U weet dat. De Engelsen noemen dit gedeelte de Theems Estuarium. Daar stroomt de Theems uit in open zee. Daar is dus hier bij Londen een open verbinding met de zee. Er is in Engeland zoveel radioactief water binnengekomen dat er in de Engelse ziekenhuizen in Londen, in wijde omgeving, al meer dan 200 patiënten zijn opgenomen met zware stralingsverschijnselen uit het water. En sommigen hebben de dood al gevonden. Als gevolg daarvan sluit Londen belangrijke sluizen die het water uit de zee in de richting van Londen tegenhouden. Maar op 26 november zijn de Engelsen zo bang geworden dat zij alle sluizen dicht doen. Hier ziet u, u weet misschien hoe dat heet, de Thames Barrier.
Dat is een sluizencomplex wat Londen afsluit van de zee. En ze zijn op 26 november 2011 allemaal dichtgegaan. Het water van de zee mag Londen niet meer binnenkomen. Willen er niet nog meer doden vallen of zieken te betreuren zijn. Het is een geweldige economische ramp. Miljoenen kost dat per dag. Want de schepen moeten een geweldige omgang maken om toch nog Londen te kunnen binnenkomen. Beste vrienden, op dit moment zijn er wereldwijd al meer dan 4000 mensen verdeeld over de totale globe, zwaar ziek geworden door straling, zwaar verminkt of hebben de dood gevonden. Lieve vrienden, u mag zich er niet over verbazen dat God deze wereld aan het wakker schudden is. Ik zou zo nog uren kunnen doorgaan, maar de Heer Jezus komt spoedig. Lieve vrienden, wij leven in de tijd van het bijna volle onderste glas van Gods zandloper. U hoeft het nieuws maar te volgen, u hoeft daar de Bijbel maar naast te leggen. En u ziet het onderste glas van Gods zandloper is bijna vol. En ik heb het u verteld, lieve mensen, God zal, als de Heer Jezus komt, als het onderste glas helemaal vol is en de Heer Jezus komt, en beste vrienden, dat kan elk moment gebeuren, dan begint God met de uitvoering van de oordelen. O, lieve mensen, God heeft nog steeds geduld. God heeft altijd al geduld gehad. Maar de Bijbel leert dat er op een dag einde komt aan Gods geduld. Omdat God een heilig God is. En God waarschuwt de wereld in Habakkuk, in Jesaja en Handelingen. God is heilig en rechtvaardig. God is te heilig om de zonde te verdragen. Beste vrienden, onze normen gelden niet. God kan de zonde, ongehoorzaamheid aan hem, niet verdragen. God kan het niet verdragen dat mensen geen rekening met hem houden. Dat kunt u gek vinden. Maar God is heilig en rechtvaardig. En God redeneert anders als wij mensen. En hij is te heilig om ongehoorzaamheid te verdragen. Te heilig om te verdragen dat mensen proberen te leven zonder hem. En lieve mensen, daarom waarschuwt God de mensen. En dat mag u wel waarderen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de wereld zal straffen voor de zonden van de goddelozen. Nog is het niet te laat. En God waarschuwt de wereld. En God heeft dat in 2011 gedaan met keiharde, één op één waarheid geworden gebeurtenissen die God als waarschuwing in de profetieën heeft laten opschrijven. Als de Heer Jezus komt en als dat maandag is, begint God dinsdag met de uitvoering ten volle van oordelen waarvan de voortekenen al zichtbaar zijn. En lieve vrienden, ik zou het maar van God zeer waarderen dat hij zoveel moeite doet om u te waarschuwen. Vanavond en morgen totdat de Heer Jezus komt. En als iemand het reddingsplan van God afwijst, zal zo iemand nooit tegen God kunnen zeggen: God, u had wel eens wat duidelijker mogen zijn. God, u had mij wel eens mogen waarschuwen. Het is juist een bewijs van Gods liefde dat hij keer op keer waarschuwt. Maar lieve mensen, vergeet nooit, en dat wordt wel eens vergeten, ook door christenen, God is heilig. Heilig en rechtvaardig. U mag God niet vergelijken met enig mens. God is zo heilig dat hij moet de zonde oordelen. Maar lieve mensen, ik hoor iemand zeggen: ja, maar God is toch liefde? Ja, natuurlijk. Maar lieve mensen, dat God liefde is, betekent niet dat God alles maar goed vindt. Een vader die zijn kind lief heeft, dat wil niet zeggen dat die vader van dat kind alles maar pikt. Dat God liefde is, wil niet zeggen dat God de zonde door de vingers ziet. Want dat laat Gods heiligheid en rechtvaardigheid niet toe.
Er staat in de Bijbel maar een keer of vier dat God liefde is. En bijna 500 keer dat hij heilig is en rechtvaardig. Lieve mensen, maar allebei is waar. God is geen Sinterklaas die zegt, zondig maar door, wees maar goddeloos, ik vind alles prima. Dat staat nergens in de Bijbel. Hoe heeft God zijn liefde dan bewezen? Door alles wat hij had te geven. Er staat in 1 Johannes 4 en Romeinen 5, God is liefde. En hij heeft zijn liefde bewezen voor de mensen. Hij heeft zijn liefde voor de mensen bewezen. Niet door alles door de vingers te zien, want dat laat zijn heiligheid en rechtvaardigheid niet toe. Hij heeft het bewezen doordat Jezus, Gods Zoon, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. O, lieve vrienden, het kruis van Golgotha bewijst dat God zowel liefde is als heilig en rechtvaardig. Dat hij heilig en rechtvaardig is, wordt bewezen door het feit dat hij het oordeel heeft gelegd op een onschuldige zijn zoon. Dat hij liefde is, is ook op het kruis bewezen, want u en ik hoeven dat oordeel niet meer te dragen. Jezus heeft het gedragen. Oh, er staat in Romeinen 5 vers 6, toen Gods geduld met de zondaars ten einde was, is Jezus voor goddelozen gestorven op het kruis van Golgotha. God heeft niet gezegd, ik zie al die zonden door de vingers, zand erover, want dat laat Gods heiligheid niet toe. God heeft gezegd, ik wil de mensen sparen. Ik heb de mensen zo lief gehad, ik wil ze het oordeel besparen. Maar mijn heiligheid eist dat het oordeel wordt uitgevoerd. Toen is Jezus gekomen. En die heeft tegen God gezegd, laat de mensen vrij uitgaan, leg het oordeel maar op mij. Dat is Gods liefde. En daarom staat er in 1 Johannes, in Johannes 1 vers 29, Jezus is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Is er een mogelijkheid om het oordeel van God te ontlopen? Ja. Maar lieve vrienden, dan hebt u Jezus nodig. Hij is namelijk degene geweest die in uw en mijn plaats dat oordeel van God op het kruis al gedragen heeft. Als u hem afwijst, zal God alsnog u in het oordeel moeten laten komen, want hij is heilig en rechtvaardig. Wilt u het oordeel ontlopen, dan moet u gebruik maken van het aanbod van Gods liefde, zijn reddingsplan in Jezus Christus. Want lieve mensen, de Heer Jezus zegt in Johannes 5, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel, maar ontvangt eeuwig leven. Wauw! Goed, hè? Hij, Jezus, is de oplossing. En als hier vanavond iemand is die zegt, ja, ik wil hem nu aannemen. Oh, lieve vrienden, wacht dan niet tot u thuis bent, want we weten niet wat de komende minuten en kwartieren en uren zullen brengen. Als u zegt, Jezus, u bent de oplossing. Als ik in u geloof, ben ik vrij van het oordeel en heb ik eeuwig leven. Als ik in u geloof, Heer Jezus, dan mag ik uitzien naar uw komst. Maar als hier vanavond iemand is die weigert de Heer Jezus aan te nemen, dat betekent de komst van de Heer Jezus voor u een vreselijk oordeel. Maar als u de Heer Jezus kent en u hem hebt aangenomen, betekent zijn komst voor u vreugde, want dan zult u bij hem zijn. Neem hem aan nu. En als u dat nu wil doen, zegt u mij maar na. Doet u dat zachtjes? Dat hoeft niemand te horen. Doet u het zachtjes. En zegt u maar, Heer Jezus, ik kom tot u. Ik ben een zondaar. Ik heb niet of nauwelijks rekening gehouden met u en met God. Heer Jezus, ik ben een goddeloze, zoals de Bijbel zegt. Ik heb altijd godloos zonder God geleefd. En Heer Jezus, ik begrijp dat ik daarom val onder het rechtvaardig oordeel van God. Maar Heer Jezus, ik dank u dat u ook voor mij dat oordeel op het kruis van Golgotha hebt gedragen. Heer Jezus, ik erken een zondaar te zijn. Ik belijd u mijn zonde. Ik dank u
dat u ook voor mij dat verlossingswerk op het kruis hebt volbracht. Ik neem u aan als mijn verlosser. Ik ga u volgen. Ik ga met u de weg. En ik dank u dat er een moment zal komen dat ik straks bij u in de hemel zal zijn. Niet in het oordeel, maar bij u, eeuwig leven. Ik dank u dat u ook voor mij het werk aan het kruis hebt volbracht. En dan mag u amen zeggen. En als u amen zegt, betekent dat een geweldige keus. Want de Jezus zegt, je komt niet in het oordeel. Omdat ik dat voor jou heb gedragen en jij in mij hebt geloofd. En je zult eeuwig leven ontvangen. En lieve vrienden vanavond hier. Ik verheug me erop. Als u de Heer Jezus kent, heb ik tot slot vijf geweldige bemoedigingen voor u. Want ik begrijp, lieve mensen, vanavond als u hier bent en u kent de Heer Jezus, dat u wel eventjes toe bent aan een paar fikse bemoedigingen. Want wat ik u verteld heb vanavond, is het nieuws van 2011. Dat kunnen we niet veranderen, dat is gebeurd. En het klopt met de Bijbelse profetieën. En het ziet er niet allemaal even rooskleurig uit. Waar wij behoefte aan hebben, zijn bemoedigingen uit het woord van God. En ik verheug mij erop om allen die vanavond hier zijn en de Heer Jezus hebben aangenomen, Gods bemoedigingen mee te geven. De eerste bemoediging is, wees gerust. Er staat in 1 Petrus 1, gij zijt vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus. Het lam van God. Dat geeft in de eindtijd rust. Amen. De tweede bemoediging. Wees niet bang. De Heer Jezus zegt in Lucas 21. Wanneer al deze dingen geschieden. Heft uw hoofd omhoog. Want uw verlossing is nabij. En een bemoediging en een advies tegelijk. Laten we waakzaam zijn. Oh, beste vrienden, er zijn zoveel christenen die slapen. Luister naar de woorden van Paulus in Romeinen 13. Laten we niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden, lieve vrienden. Sta op. En de volgende bemoediging is ook tegelijk een advies. Laten we alert uitzien naar Jezus' komst. Petrus zegt in 2 Petrus 3, gij behoort heilig te wandelen, vol verwachting van Jezus' komst. O, beste vrienden, te midden van al het geroezemoes in de wereld, als u de Heer Jezus kent vanavond, u mag weten, door het geloof in zijn volbracht werk, vrij te zijn van het oordeel, eeuwig leven te hebben, dan mag u zich verheugen op het moment dat wij de Heer Jezus eeuwig voor zijn volbracht werk zullen aanbidden. Ik wil deze studie besluiten met te lezen wat er staat in Openbaring 5 vers 12. Het lam is waardig te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de lof. Amen.